Hip, hip, hoera. Gelukkige verjaardag. Lieve Dian, ik wens jou een geweldige 75ste verjaardag. Je weet al langer dat ik jou een grote dame vind, om verschillende redenen. Jij bent mijn favoriete one day stand als ik in Antwerpen kom. Ik snak ernaar om weer een glas witte wijn met jou te drinken. Weldra, ergens. Een fijne verjaardag. Dag Dian. Ik mag me al jaren de vieren uitgeven roepen van je boeken. En door de jaren heen is er ook een stevige vriendschap gegroeid met jouw warme persoonlijkheid. Ik ben dan ook blij jou van harte te kunnen feliciteren met je 75ste verjaardag en wens je nog vele mooie boeken toe. Ja, lieve Dian, elk jaar geven we elkaar een echte knuffel voor de verjaardag, maar nu zal het een coronaknuffel worden. En ik wil je nog eens heel extra feliciteren en geluk wensen met jouw nieuwe boek, De Souffleur. En dat je nog heel lang en heel vaak mag verjaren. En nu moet ik een liedje zingen, maar ik ben een beetje buiten adem. We gaan ons best doen. Happy birthday, dat gaat niet. Het tijdloze half uurtje tussen wakker worden en opstaan omhult Alice als een vertrouwd kledingstuk. De openingszin uit U, Jules, beste Dian. En jij bent ook een ervaringsdeskundige op het vlak van verjaren. 1 jaartje erbij. Dat verjaren zit u als gegoten. Net zoals dat kledingstuk van Alice. Daarom, beste Dian, 75 keer. Hip, hip, hoera! Hip, hip, hoera. Dag Dian, van harte proficiat met je 75 jaren en je nieuwe boek. Maak er een mooie dag van. En als het terug mag, dan geef ik je graag 3 dikke kussen en laten we de winkel nog eens vollopen voor een mooie boekvoorstelling. Geniet ervan, dag. Lieve Dian, ihre Frankfurter Boys wünschen Ihnen alles Gute. Zum's Geburtstag. Het was 2004 en de literaire lente was in het land. 24 schrijvers maakten zich op om met hun nieuw boek op tournee te gaan en daar hun lezers te ontmoeten. En bij die 24 waren wij, Dian. Het was het begin van nog veel meer nieuwe boeken, nog veel meer gemeenschappelijke optredens, maar vooral ook van vriendschap. Bezegeld door heel veel de middenmietjes op het terras van de Hopper. Lieve Dian, de literaire lente is opnieuw in het land. Jij wordt 75 en je hebt weer een nieuw boek. En hopelijk weldra ook weer ontmoetingen met de lezers van dat boek. Maar wat er nu al is en wat zal blijven, is die vriendschap. En die zal weldra weer bezegeld worden door een de middenmietje op het terras van de Hopper. Mijn glas is al klaar. Gelukkige verjaardag. Dag Dian, een zeer gelukkige verjaardag. En weet je nog, die keer toen in Zuid-Afrika? Weet je nog, toen die keer daar in Duitsland? Weet je nog, toen nog die keer daar in Nederland? We hebben ontzettend veel voorstellingen gespeeld. En ook in Vlaanderen uiteraard. We gaan nog mooie dingen doen. Een zeer gelukkige verjaardag. Dag Dian, proficiat met je roman De Souffleur. En nog meer met je 75ste verjaardag. Ik ken je al van sinds ik in het boekenvak stapte. En dat is ondertussen ook al wel even geleden. Ik denk dat ik al jouw boeken heb weten schrijven. We hebben samen lanceringsfeestjes bedacht, op promotieideeën gebroed. En we zijn overal te landen naar signeersessies gereden. Je bent dan ook niet zomaar één van de auteurs. Het gaat iets verder dan dat. Want ons overleg werd met de jaren plezanter en hartelijker. Ik hoop op nog veel boeken van jouw hand. Want dat is altijd weer een mooie gelegenheid om gezellig te gaan lunchen of te terrassen. Dikke kussen. Ha, Dian. Ik krijg een berichtje van Uitgeverij Vrijdag met daarop bovenaan Dian Broekhoven, 4 maart 75.
Dian Broekhoven, 4 maart 75. Is dat uw geboortedatum? Ik ben van 1 juli 1960. Ik zou mij niet geven, hè? Van jou ook niet, hoor. Allee, kom, je weet wel. Gelukkige verjaardag en nog veel, veel, veel plezier. Namaste.